Ja, dat is een oude historische link. Bijzonder interessant, want in de kern van die Egyptische religie, waar we hier al die beelden en die tempels van zien en gehoord, daar is iets wat ik een verborgen schat zou willen noemen. Dat zijn kleine groepen van mensen die zochten naar de beleving van de waarheid. En dat was een hele eigen manier, die niet zo precies overeenkwam met die godsdienst voor de massa van de mensen. Daarom hielden ze dat geheim, een kleine kringen, en daar spraken ze daarover en zochten ze die wijsheid. En dat ging dan van generatie op generatie, waarbij telkens bepaalde voorgangers dan tot de diepste beleving kwamen en de anderen konden inspireren. En zo heeft een van die Egyptenaren die tot zo'n kring behoorde, en die is vanuit Egypte naar het Midden-Oosten gereisd, die heette Doulnoun, was een bijzondere soefie, zou ik nu zeggen, hoewel zij die namen in Egypte niet hadden, dat waren gewoon zoekers naar de waarheid. En dat inspireerde hen ongelooflijk. Ze vereerden ook de god Hermes. Die bracht hen tot die wijsheid. Doulnoun gaat naar het Midden-Oosten en gaat daar zijn verhalen geven over wat we nu het soefisme zijn gaan noemen. En ja, dat veel mensen in het Midden-Oosten luisterden daarnaar. Dat was heel vroeg in de tijd van Mohammed, ruim 700 jaar na Christus. Dus kort na de komst van Mohammed, die islam was nog betrekkelijk nieuw, maar er waren toch al wetsgeleerden in die islam die precies formuleerden hoe je dat moest zien. En dat kwam natuurlijk niet overeen met de innerlijke beleving, zoals Doulnoun dat uitdrukte. Dat heeft ertoe geleid, dat is misschien toch een aardig verhaal, dat Doulnoun gevangen werd genomen en bij de galief van Bagdad werd gebracht. Maar toen die man hem zag binnenkomen, dan zag hij zo'n uitstraling van die man, zo'n waardigheid in zijn houding, dat hij onmiddellijk zei, onzin, die man moet niet gevangen genomen worden, die zal mijn gast hier aan mijn hof zijn en ons hierover het soefisme vertellen. Toen was hij 80 jaar al, dus hij had veel van die innerlijke waarheid had hij bereikt en beleefd. Zoals u zou kunnen zeggen, wat is de vonk die in het oude Egypte zat, die nog steeds terug te vinden is in het soefisme? Nou, dat is denk ik de manier waarop zij die waarheid zochten en dat ook probeerden uit te drukken. Daar hebben wij nu verschillende geschriften zijn teruggevonden. In de Griekse tijd is dat opgeschreven. We hebben het Corpus Hermeticum bijvoorbeeld. Daar staan een hele aantal stellingen in die de denkwereld en de belevingswereld van die Egyptische mystici, die mysteriescholen, uitdrukken. En als ik daar nu naar kijk, dan vind ik het ongelooflijk om te zien hoe dat parallel loopt met wat nu in de vorige eeuw Hazat Inaat Khan ons over het soefisme geleerd heeft. De kernideeën zitten daar allemaal in. Dat is een eeuwenoude waarheid die we eigenlijk allemaal zoeken. Want dat Corpus Hermeticum zegt, is één scheppende geest. Die is één en enig en alom tegenwoordig. En dat is precies wat het soefisme ook zegt. Die zoekt de ene. Veel bijeenkomsten beginnen wij met een aanroep en die luidt tot de ene, de volmaaktheid van liefde, harmonie en schoonheid. Het enige wezen, verenigd met alle verlichte zielen, die de belichaming vormen van de meester, de geest van leiding. De ene, alomtegenwoordig, in die hele schepping, in elk mens en waar het in het leven om gaat, zeggen die hermetische geschriften, zegt de Soefi-beweging, is om van die ene die in ons leeft bewust te worden. Want die ene, die is eigenlijk als een zon die zijn stralen uitzendt.
oude mystieke beeld is ook, wij zijn allemaal als een straal van die ene zon. Dat vind je in allerlei mystieke geschriften. En het mooie daarvan is, nou wijst dat Corpus Hermeticum ook op, dat zijn aparte stralen, maar ze zijn eigenlijk niet afgescheiden. Ze zijn een deel van die ene zon. En zo is het dus ook met ons. We hebben iets van die geest in ons, maar die geest blijft verbonden met die ene scheppende geest. En hoe kunnen we die nu vinden? Want hij is, die geest is onzichtbaar, onhoorbaar. Met onze uiterlijke zintuigen kunnen we die niet vinden. Maar hij drukt zich uit in die schepping, in de natuur. Alles wat daar leeft, daar kunnen we hem in ontdekken. En in onszelf. Is dat iets wat, waarvan u zegt, van, nou, dat hadden de oude Egyptenaren ook? Deze mensen die daar bijeen waren, die scholen, die waren daarmee bezig om dat te ontdekken. Want zij zeggen dan ook, het gaat er in het leven om in onszelf die geest te ontdekken. Daarna te zoeken. Dat is het goede leven. En daar worden we ook bij geholpen. Want die geest, als we die zoeken, dan komt hij ook naar ons toe. Dat is wat wij dan in die aanroep de geest van leiding noemen. En het belangrijk element bij die Egyptenaren was dus ook, waar ze over spreken in deze teksten, is dat het zo waardevol is om een geestelijk leidsman of leidsvrouw te hebben die wijst op die weg. En veel van wat we daar lezen, dat zijn gesprekken tussen zo'n geestelijke leidsman en degene die dan op zoek zijn naar die waarheid. En dat hebben we nu ook in de Soefi-beweging, die een innerlijke school heeft, waar iedereen die die zoektocht wil gaan maken, want het is een zoektocht, die kan daar een inwijding krijgen in die school. En die inwijder geeft dan een zekere hulp, daar kun je regelmatig mee spreken, die geeft bepaalde geestelijke oefeningen, want ja, we zijn langzamerhand ingewikkeld geraakt in die buitenwereld, waar we hele sterke en diepe indrukken van krijgen. Die lijken allemaal apart te zijn. Het is een wereld van gescheidenheid. Zo zien we die. We gaan onszelf dus ook zien als een helemaal afgescheiden wezen, tegenover anderen, verschillend. In conflict vaak met anderen. En we moeten zien dat dat een beeld is waar we doorheen kunnen kijken. Als we daar doorheen kijken en ons daarvan losmaken, dan kunnen we ons hart openstellen voor ja, dat onbeschrijfelijk goddelijke licht en liefde, kun je het noemen, wat dan in jezelf tot leven komt. Dat is wat ik noemde een innerlijke schat. Daar zocht de Egyptenaren naar. En die zoektocht is een beetje verborgen geraakt in deze tijd. Je kunt in de geschiedenis er heel veel van vinden, want er is in de loop van de jaren telkens zijn er mensen geweest die hebben dat ontdekt, hebben erover geschreven, de Rozenkruis was mee bezig, dat is ook een hele inspiratie voor de vrijmetselaars. En het is een heel belangrijk iets, want alleen daardoor eigenlijk, door die innerlijke zoektocht, kun je de zin van je leven vinden. Dan kun je werkelijk geluk ontdekken. En wat wordt daar in deze tijd niet vruchteloos naar gezocht. En nu is ook belangrijk dat Ina het Gaan, die heeft dus die Soefi-inspiratie gekregen in India, waar dat in de loop van de eeuw uit het Midden-Oosten was gekomen. Daar is hij ingewijd in zo'n islamitische Soefi-school. Geweldig diep contact met die inwijder. En die heeft hem toen gezegd, nu moet je dat soefisme als een boodschap naar het westen brengen om oost en west te harmoniseren met behulp ook van je muziek. Dat was een hele beroemde grote Indiase mystieke zanger. Dat heeft hij toen gedaan. En zo heeft hij hier die Soefi-beweging opgericht. En dat is een universeel soefisme, omdat hij daar sterk de nadruk op legt dat alle grote religies
diezelfde waarheid zoeken. Diezelfde God, hoe ze ook noemen. En dat het in al die religies gaat de mensen te helpen om die waarheid in zichzelf te ontdekken en te beleven. Maar vaak is dat verstart. Zijn dat regels en dogma's geworden waar mensen geprobeerd hebben, omdat ze daarvan beleefd of begrepen hebben, precies uit te drukken en vast te leggen. En hoe meer je vastlegt, hoe meer je afsluit. En dan, ja, en daar worstelen wij mee. En daarom zijn er conflicten tussen de religies. De een spreekt over God, de ander over Allah. En dan denken ze dat het verschillende goden zijn. En dat is helemaal niet het geval. Er zijn alleen andere namen voor één werkelijkheid die we moeten zoeken. En dat vind ik in deze tijd, waar zoveel religies botsen, ook heel belangrijk van dat soefisme. We hebben een eredienst, een universele eredienst, waar voor al die grote religies van de wereld een kaars wordt aangestoken aan een goddelijke kaars. En uit een heilig boek of een bepaald onderwerp wordt gelezen. Waar bepaalde gebeden worden gezegd. Stilte wordt gehouden, muziek is. En dan een voordracht, een toespraak over dat onderwerp. Heel rijke, inspirerende bijeenkomsten die heel duidelijk laten zien, we horen bij elkaar, die religies. We moeten elkaar begrijpen. En aanhangers van verschillende religies kunnen daar samenkomen. En zich laten inspireren door hun eigen religie, maar ook door de andere. Dat is heel mooi. Dat is heel mooi. Dus daar is de link tussen hier, die oude Egyptische beschaving en de huidige tijd. Dank u wel.